Kassie kijken met Ron Vergouwen. Het maken van programma's moet steeds goedkoper. Niet verwonderlijk dat daarom bijvoorbeeld dure documentaires steeds vaker worden vervangen door goedkopere reality soaps. Maar de laatste tijd zien we in Nederland weer een opleving van de docu, waarin op een zo mooi mogelijke manier een verhaal wordt verteld. Deze week zagen we bijvoorbeeld het mooie levensverhaal van de Amerikaanse soulzanger Charles Bradley, die jarenlang nergens aan de bak kwam. I never made enough money to support myself in music, but I'm hoping that this make a turning point for me that I can support myself in music. Maar in deze prachtige, overigens aangekochte documentaire zien we dat het hem uiteindelijk toch lukt. Eindelijk weet hij in zijn 62e levensjaar door te breken. En krijgt hij na jaren van armoede en zwerven opeens heel Amerika aan zijn voeten. Kippenvel. Maar natuurlijk is zo'n man ook wel een erg dankbaar personage voor een documentaire. Een print over bijvoorbeeld de economie is heel wat lastiger te maken. Maar niet voor de helden van Tegenlicht, die het menselijke aspect van een economisch probleem altijd heel goed weten uit te lichten. Deze week ook weer in een boeiende docu over werkloze Europeanen die naar Nederland komen, op zoek naar werk. Naast Anna zijn er ongeveer 12.000 Spaanse verplegers op zoek naar een baan. It helps tackle the crisis because it reduces unemployment in Southern Europe. And it reduces the cost of unemployment and social spending in countries which are struggling. Steeds vaker krijgt een lange journalistieke reportage trouwens wel onterecht de naam documentaire. Want zo kwam de VPRO deze week ook met een VPRO-themaavond. Een documentaire, zo stond tenminste in de gids vermeld, over hoe erg onze kinderen wel niet verwend worden. Mag ik eens kijken? Ga die televisie even niet aandoen. Jawel. Ik ga namelijk snoeihard vergaderen hier. Hey, jongens, ik ga heel gezond koken. Nee, ja, pasta. Nee, geen pasta. Je mag heel mooi pasta maken. Ja, geen pasta. Oh. Eén keer. Ja, maar het enige dat dit programma onderscheidt van een willekeurige RTL-show over opvoeden zijn wat korte uitspraken van opvoeddeskundigen tussendoor. Maar om het dan gelijk een documentaire te noemen. Menno Boeg, die noemt zich ook heel graag documentairemaker de laatste tijd. Hij heeft opnieuw een serie opgenomen over het reilen en zeilen in een gevangenis. En ja, dat is makkelijk scoren natuurlijk, want daar zitten natuurlijk heel wat interessante types om te interviewen. Je zit in de eredivisie van het gevangeniswezen, de EBI. Voor mij is er geen onderscheid tussen te hard rijden, een paar planten of andere dingen. Als ik zou besluiten, ik ga een plantje op zolder zetten, nou ja, daar kom ik misschien nog wel mee weg. Ja, met die moord misschien ook. Zo zie je het. Ja. Maar toegegeven, Menno weet wel overal binnen te komen en met de juiste toon gedetineerde eerlijke uitspraken te ontlokken. Maar of dat dan gelijk een documentaire is? Nee, van een heel ander kaliber. Misschien wel de beste documentaire van het jaar is de vierdelige serie Het Nieuwe Rijksmuseum. Kost het een beetje meer dan dat je denkt, want je gaat graven en je komt van alles tegen. Zo gaat het in het leven. Is dit nou wel de majestueuze entree die een museum zichzelf zou wensen? Ja, heerlijk in beeld gebracht door Oeke Hoogendijk. Al kreeg ze dan natuurlijk ook wel een briljant drama en een fantastische cast in de schoot geworpen. Oh, daar gaan we weer. Dat is precies de sleutel tot het probleem. Er is niet één probleemeigenaar. Die vier draaiduurtjes zijn natuurlijk totaal kut. Ja, machtsspelletjes, geldproblemen en een vijand die het fort kon bestormen. En in dit geval zijn dat honderden Amsterdamse fietsers. Die onderdoorgang, dat is openbare ruimte. En wij vinden dat die open moet. Het Rijksmuseum is een kind van mij, hè? En daar ben je zuinig op. En iedereen die er niet in hoort, die komt er niet in. Met. Maar het is ook een portret vol met dampende liefdesverklaringen voor de kunst. Ik was wel geëmotioneerd eigenlijk, want ik vond ze heel erg mooi. En ik wou ze dus ook. Ik had gelijk al een grote begeerte naar deze beelden toen ik ze zag. Maar ja, er zit natuurlijk ook altijd een onbereikbare liefde tussen. 90.000, 95.000, 340.000 tegen. Wilt u bieden? Nee. Nee, ik kan niet bieden. Niemand meer dan 54. Ja, daar. Balen. Ja, en tijdens die 10 jaar lange renovatie stapt dan ook nog de directeur op. En ja, dan komen natuurlijk de Waterlanders snel naar boven bij al die aanbidders van hem. Ik was er echt van ontdaan. Dus toen ben ik een week thuis gaan zitten en heb gezellig in de bibliotheek in de Universiteit van Leiden over Midden-Oosten geschiedenis gelezen. En toen was ik weer helemaal boven Jan. Oh, maar ja, er begint natuurlijk ook gelijk een strijd om de opvolging. Nou ja, mijn naam is in de pers genoemd. Ik zou heel erg vereerd zijn als ik word gevraagd om op de positie te solliciteren.
Ja, en vanavond wordt het laatste deel van deze documentaire serie uitgezonden. Dus als u de voorgaande delen nog niet heeft gezien, ga die dan vanmiddag nog snel even kijken op internet. En pas daarna naar het museum. Want ja, het echte leven is altijd weer barstiger dan een documentaire doet vermoeden. Al komt het soms wel erg dicht in de buurt. Kassie kijken met Ron Vergouwen.